Het is vandaag de G van Groothuizen. Angela Groothuizen. En die heeft een cd-presentatie vandaag? Die heeft vandaag een cd-presentatie. En van de week heb ik 2 dagen met haar gefilmd. 1 dagje bij haar thuis. En van de week nog een dagje door Amsterdam. Op bootjes, fietsjes en rolschaatsen en alles wat die oude damesgroep meisjes doen. En we wilden dit feestje eventjes meepakken nog. Ik ben heel goed met die zoon. Zo. Dat heb ik gemerkt. Ja, ik ben heel goed met hem. Gaat opvallen hoor. Ja, dankjewel. Hey. Ja, ga nou maar weg. Vervelen dingen je snel, dat je dan weer wat anders doet. Nou, ik had, moet heel eerlijk zeggen, na die serie Bart gaat extreem, was ik uitgeput. Eventjes. Want dat leek allemaal heel erg makkelijk, maar het is productioneel gezien heel moeilijk om te doen en het vergt heel erg veel van mij. Nou, Jack Spijkerman dan maar, dat is ongeveer de enige bekende Nederlander die er is, dus laten we maar pakken. Ja, het is gezeik, het is Veronica en de Vara. Ik mag ook niet bij jullie komen. Mij mag. Ja, maar niet van de Vara. Ik mag niet in 100 meter van het pand komen. Sorry. Hebben ze tegen me gezegd. Dus, ja, er zal dan toch wel een reden voor zijn, Bart. Er zal wel een reden voor zijn. Wat heb je gedaan? Ik heb Sonja Barend een keer een trut genoemd. Ja. Hallo. Dat wij hier samen zijn. Heb jij dat echt gezegd? Ja. Sodemieter maar op. Sodemieter maar op. Sodemieter maar op. Hé, nou moet je me toch 1 ding zeggen. Ik heb je de vorige keer gevraagd of je iets met de Vara had, hè? Dan kan je nou wel toegeven. Of vanwege Jack. Ja, en hier in de rode hoed. En ik heb wat dames ex van Karin Bloemen gezien. En haalde hij het roze. Je hebt toch iets met de Vara? Ja, maar ja. Ga maar met de Havro hoor. Nou, eigenlijk zit je niet op je plaats. Nu kan je het wel zeggen. Nee. Ik zit prima met de Havro. Ik weet niet hoor. Weet je? Maak je niet uit. Het maakt me echt wat niet drinken. Uit. Maakt me echt niet uit. Echt al 5 bier. Oh ja, dat weer dat gelijk dan dat duwen. Oh, dat is jaloerse gelijk. Nee. Maar zou je niet even bij Veronica zitten, bijvoorbeeld? Het lekkere van mij is dat ik op een dag, en dat is me goed ook, heb besloten om zakelijk zelf geen beslissingen meer te nemen. Daar ben ik niet zo goed in, geloof ik. Nou weten we allemaal, daar hoeven we niet omheen te draaien, dat het een aflopende zaak is met RTL 5. Ze willen een themazender gaan worden. Nieuws, films of kinderen. Het ligt erg dicht bij elkaar. Nou ja, dan blijft er geen plek voor jou. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Zeg nou toch even eerlijk tegen ons als primeur, wie moet jou dan benaderen? Naar wie zou je nou het allerliefste gaan? Kan je nu zeggen? Als ik maar... Nee, niet als ik maar. Je hebt ergens waar je het liefst naartoe zou willen. Nou, ik heb ergens waar ik het liefst zou willen blijven. Nou, dat is mijn producent. En voor de rest zoekt hij maar uit waar die meneer kan zitten. Zeg nou toch Veronica. Zeg nou Joop van der Rijden, bel me. Help! En Joop heb iets met vrouwen, dus. Echte vrouw. Ja. Alleen, ja. Ja, ik moet het toch vragen. De bladen hebben het natuurlijk. Iedereen weet het. Je bent er ook mee op tv geweest. En we hebben het ook kunnen zien op bepaalde plaatsen. Plaatjes en beelden. Plaatsen? Nou, plaatjes en beelden. Dat je borsten zijn er nogal op vooruit gegaan. Oh. Dit is toch het Pamela Anderson pakket? Dit is het Barbie pakket. Maar hoe voelt dat nou? Ja, dat je gaat me toch niet vertellen dat je het en durft te vragen en durft te voelen. Ik ben zo... Hoe voelt dat nou? Ik bedoel, je gaat me toch niet vertellen dat jij op jouw leeftijd en durft te vragen hoe het zit en durft te voelen. Ja? Nou, dat durf ik best wel. Nou, dat wil ik meemaken. Zo, nou dit vond ik een hele mooie afsluiting. Tijd voor de reclame. Onzin zeg, dat is toch allemaal flauwekul? Dat moet toch allemaal veel makkelijker kunnen? Foute kinderen.
Stijl van Betty Bart. Kan. Wat kost dat? Is helemaal niks. Zo. En moeten jullie hem nog terug hebben? Nee. Ook dat niet. Bedankt. Dag. Tot ziens. Dag. Betty Bart wordt op 25 maart 1955 in Nieuw-Guinea geboren als dochter van een hoge ambtenaar. Ze groeit op in de jungle en komt op haar 11e jaar naar Nederland. Haar eerste bekendheid verwerft ze door de meidengroep Love, die aanvankelijk niet serieus wordt genomen. Nou, was dit een beetje om het ijs te breken natuurlijk, dat begrijp ik zeker wel, zodat je een beetje ging praten zo. We gaan nu echt beginnen. Er staat hier, ik zal het er even bij pakken. Een nieuwe hit, een nieuwe meisjesgroep. En dan staat er Betty Brand, 22 jaar. Ja, 22 zal wel kloppen, Brand klopt niet. Maar was dat nou wat voor jou zo'n bedachte meidengroep? Hans van Hemert kwam met mij in contact en die wilde mij heel graag bij zo'n meisjesgroep betrekken. Ik kwam eigenlijk solliciteren als secretaresse bij Hans. Een fonogram betaalde zo'n bezoek voor zo'n beroer. Dus toen zei hij ook s'avonds, jij gaat helemaal geen secretaresse worden. Jij gaat ster worden. Maar heb je het gevoel altijd gehad van ik wil het podium op, ik wil een ster worden? De ernst van het verhaal is dat het er altijd in gezeten heeft. Toen je dat aanbod kreeg was het echt van yes. Maar elk meisje wil toch beroemd worden als ze klein is. En als er dan ineens iemand naar je toe komt die zegt, wil jij in zo'n groep en we gaan het grote aanpakken. En hoe was dat leven toen? Dat lufleven? Nou, het leukste is dat iedereen denkt dat wij van de een op de andere dag gewoon megasterren waren. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want ik kan me nog herinneren dat wij onze eerste televisie moesten doen voor John de Mol. Disco Ring heette dat. Oh, wat een drama. Echt. En toen moesten we dus bij John's middags op kantoor komen. En toen moesten we in onze pakjes. En toen moesten we daar onze danspasjes voordoen om te kijken of wij wel goed genoeg waren om 's avonds in Disco Ring op te treden. Maar die man die zat dus gewoon zo op zijn bureau en keek af en toe op. En zei maar, ja, is goed. Die heette My Man, maar dat ging over iemand die doodgeschoten werd. En dat liep ongeveer gelijktijdig met die kaping op de punt in Assen. Dus we waren geloof ik binnengekomen. Het was We kwamen binnen op nummer 14 en we donderden gelijk dezelfde week weer die hitparade uit. Mooi. Nooit meer gedraaid. En de tweede plaat, dat vind ik nog steeds een van de leukste platen die we ooit gemaakt hebben. Die is volledig geflopt. Zo, dat ging lekker in het begin. Ja, maar toen kwam The Greatest Lover. En toen vertelde Hans van Hemert op een dag, dat wordt jullie nieuwe single. Toen dacht ik, hoe ga ik dit mijn vrienden vertellen? Zeg. Ja, hoezo? Nou, een beetje een rare plaatje natuurlijk. Verkocht gewoon miljoen in Duitsland. Ik geloof dat we iets van 300.000 singles in 2 weken in Nederland verkochten. En echt dat je dacht van, nou ja, dat je er nog bijna trots op ging worden. Er ging ik eens een keer een weekend mee. En toen werden we met een Rolls Royce gebracht naar het vliegveld in Rotterdam, 16-hoven. En dan werden we opgehaald door een privé straaljet. En dan werden we naar Parijs gebracht. En onderweg was het lachen, gieren, brullen, champagne. Het kon allemaal niet op. Ze hadden allemaal een prachtige fauteuil in dat vliegtuig. En met eten gooien en iedereen in de maling nemen en lachen. Dat was helemaal te gek. En dan in Parijs weer Rolls Royces. Chirac, die toen nog burgemeester was van Parijs, die reikte een gouden plaat uit. In de Maxime. En dan gingen we uit pure balhorigheid ook weer met eten gooien en met gewoon lachen. Weet je dat ik dit helemaal allemaal niet eens meer weet?